Goedenavond. Ook de Sovjet-Unie blijft vasthouden aan niets minder dan een onvoorwaardelijke en volledige terugtrekking van Irak uit het bezette Kuwait. Dat zei de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken Poos vanavond na een gesprek met Sovjet-president Gorbachev. Poos en twee collega's zijn in Moskou als afvaardiging van de Europese gemeenschap. Het zijn verder de Nederlandse minister Van den Broek en de Michaelis van Italië. Ook EG-commissaris Andriessen is erbij. Geheel onverwacht werden zij uitgenodigd om met president Gorbachev van gedachten te wisselen. De EG-ministers van Buitenlandse Zaken spraken met president Gorbachev ook over diens binnenlandse problemen. Maar het gesprek ging hoofdzakelijk over de diplomatieke inspanningen van Moskou in de Golfoorlog. Wat doen de Russen in de schaduw van het Golfconflict? Staan ze nog steeds op één lijn met de coalitie tegen Irak? Of varen ze steeds meer een eigen koers om straks na de Golfoorlog in het Midden-Oosten aan politieke invloed te kunnen winnen? Maar vanavond heeft president Mikhail Gorbachev de EG-trojka hier op bezoek duidelijk te verstaan gegeven dat Rusland zal vasthouden aan alle VN-resoluties. En als Tariq Aziz dit weekend op bezoek komt, hem ook zal meedelen dat onvoorwaardelijke terugtrekking uit Kuwait het hoofdpunt is. In de werkkamer van de opperste Sovjet sprak president Mikhail Gorbachev met de drie Europese buitenlandministers Van den Broek, Poos en de Michaelis en commissaris Andriessen. En de Iraakse voorwaarden voor terugtrekking uit Kuwait stonden in het Kremlin boven aan de ranglijst. President Gorbachev heeft duidelijk gemaakt dat ook voor hem de besluiten van de Veiligheidsraad onaantastbaar zijn. Dus dat wil zeggen volledige en onvoorwaardelijke ontruiming van Kuwait. Daarnaast ook van Sovjetzijde een heel duidelijke verbintenis om politieke inspanningen met anderen te blijven plegen. Wat de politieke inspanningen precies inhouden is niet erg duidelijk geworden. Ook niet uit de woorden van de nieuwe Russische minister van Buitenlandse Zaken, Wisniewski, gastheer van de delegatie uit de gemeenschap. De laatste statement by Baghdad is still leaves a lot of uncertainties, and when Foreign Minister of Iraq Tariq Aziz comes to Moscow tomorrow, we shall try to clarify that, and we shall definitely act on the basis of the United Nations Security Council resolutions. Irak heeft opnieuw twee Scud-raketten afgevuurd op Israël. De Scuds hadden een conventionele lading en zijn vanavond ingeslagen in het zuiden van Israël in onbewoond gebied. Er zijn geen doden of gewonden. Het Israëlische leger wilde niet zeggen of er Patriots op de Scuds zijn afgevuurd. In Teheran hebben de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Velayati en de Iraakse vicepremier Hamadi vanavond een ontmoeting gehad. Er werden geen bijzonderheden bekendgemaakt over de gesprekken. Velayati was eerder vandaag teruggekomen uit Moskou, waar hij met Sovjetleiders het Iraakse voorstel had besproken. Iran en de Sovjet-Unie zullen hun vredespogingen voortzetten, gezamenlijk en individueel. In Fallujah, een Iraakse stad ten westen van Bagdad, zouden donderdag zeker 130 burgers zijn omgekomen bij een geallieerde aanval. Het doel van de Britse tornado's die de aanval uitvoerden was een brug over de Eufraat, maar ook een appartementsgebouw en een overdekte markt werden getroffen. 78 gewonden worden in het ziekenhuis van Fallujah behandeld. De militaire leiding van de geallieerden heeft gezegd niets te weten van burgerslachtoffers in Fallujah. Het Britse ministerie van Defensie heeft wel gezegd dat het gaat onderzoeken of Britse tornado's inderdaad verantwoordelijk zijn voor de aanslag in Fallujah. In Peru blijft de cholera toeslaan. Elke dag komen er duizenden ziektegevallen bij. Uit het buitenland begint de stroom van hulpgoederen op gang te komen. Op de luchthaven van Lima kwam een KLM-toestel aan met hulpgoederen van het Internationale Rode Kruis in Genève. Medicijnen uit Nederland en apparatuur uit Oostenrijk. Een groep Franse artsen was al eerder in Peru aangekomen. Ce sont des médecins militaires, parmi, je crois qu'on peut dire, les meilleurs spécialistes du monde en médecine tropicale et en épidémie, comme celle que vit Pérou actuellement. Deskundigen denken dat een uitbreiding van de cholera onvermijdelijk is. Besmet rioolwater wordt zomaar in zee geloosd en de Peruanen zijn gewend om rauwe vis te eten. De 60.000 vissers en vishandelaren zijn broodeloos geworden. Buitenshuizen eten is alleen nog maar weggelegd voor de welgestelden en buitenlandse toeristen die goed verhit voedsel en onbesmette dranken voorgezet krijgen.
De president van de Russische Republiek, Boris Yeltsin, meent dat Sovjetleider Gorbachev geweten moet hebben van het bloedige militaire optreden in Litouwen. Yeltsin denkt nog steeds dat Gorbachev op weg is naar een persoonlijke dictatuur. If military actions, the use of weapons against civilians takes place and the leader of the country and the minister of defense are unaware of that, this is scary. This means that anywhere, at any point in our country, the military can mount an attack against civilians for whatever reason, and the president would not know, the minister of defense would not know. Personally, I believe that they did know. In de Litouwse hoofdstad Vilnius hebben 30.000 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond om de dag te herdenken dat de onafhankelijkheid werd uitgeroepen. De dienst vond plaats bij de televisietoren die het middelpunt is geweest van het bloedige ingrijpen door Sovjettroepen. Een Rooms-katholieke priester leidde de dienst, die tegelijkertijd een rouwdienst was ter herdenking van de slachtoffers die onder het Sovjetgeweld waren gevallen. Daarnaast was er een processie naar de kerk, waar de dienst onder meer werd bijgewoond door president Landsbergis. Er dreigen weer acties in het wegvervoer. De leden van de vervoersbond FNV hebben vandaag op vergaderingen in het hele land het cao-aanbod van de werkgeversvereniging KNV verworpen. De werkgevers bieden 4% meer loon, de chauffeurs willen 5%. Bovendien willen ze een hogere nachttoeslag en een vierdaagse ploegendienst. Als de werkgevers eind deze maand niet toegeven, komen er acties bij de bedrijven. Elke ondernemer krijgt dan een ultimatum om alsnog tegemoet te komen aan de eisen van de bond. Zo niet, dan zijn de chauffeurs bereid te staken, hebben ze vandaag besloten. De echte politieke problemen zijn opgelost, maar toch kon het kabinet het vandaag niet eens worden over de tussenbalans. Hans Laroes in Den Haag. Maandag staat vast hoe het kabinet voor 16, 17 miljard aan maatregelen zal treffen. Onverwacht werd er vandaag nog geen akkoord bereikt. Maar daar mogen geen negatieve conclusies aan worden verbonden. Het hangt nog op een paar zaken, maar u moet daar niet te veel bezorgd over zijn. U moet maar denken van een moeilijke bevalling komen vaak mooie kinderen. Laten we daar maar bij laten. Tot ziens. Er is geen politiek conflict waaruit de vertraging zou moeten worden verklaard. Het is gewoon een uiterst moeizaam en tijdrovend proces om de vele miljarden te vinden die nodig zijn. Nou, ik denk dat iedereen zo zijn problemen heeft. Zijn heleboel, het is erg moeilijk. Iedereen heeft er de nodige moeite mee. En, de eindjes zullen dus aan elkaar geknoopt moeten worden dit weekend. En dan zal er maandag een voorstel komen waar we dan misschien mee kunnen leven, hoe moeilijk ook. Maar nogmaals, het gaat niet om politiek gevoelige problemen. Want nu Lubbers en Kok een oplossing hebben gevonden voor de inkomenskant van de tussenbalans, is het grote probleem opgelost. De belastingvrije voet voor iedereen gaat omhoog. En daar staat tegenover dat belastingaftrekposten worden geschrapt. De rente op leningen, waarmee bijvoorbeeld de wasmachine of de auto worden betaald, mag ook niet meer worden afgetrokken van de belastingen. Op dit moment stellen premier Lubbers en minister Kok samen een eindvoorstel op. Maandagochtend ligt het in de ministerraad. En dan moet er eindelijk een eind aan de discussie over de tussenbalans zijn gekomen. Het weer nog met Erwin Krol. Vannacht kan een enkele mistbank ontstaan, maar belangrijker is dat het een graad of 4, 5 gaat vriezen. Daardoor wordt het glad en op dit moment zijn er al een aantal binnenwegen glad. Dus past u op als u nog de weg op moet. Morgen overdag zijn er wolkenvelden, vooral in de noordelijke provincies. Maar voor de rest speelt de zon een redelijke rol, zeker in het midden en het zuiden van het land. Er waait een zwakke tot matige west-noordwestelijke wind en de middagtemperatuur ligt rond een graad of 3 boven nul. Helemaal geen onaardig weer dus. Dit was het journaal van 10 uur. Onze volgende uitzending is kort na 12:30. Goedenavond.